onderhoud van de instrumenten, dat is een belangrijk punt voor de betreffende vereniging. De levensduur is ermee gemoeid en het gemak voor de bespeler, dat hij zodoende gemakkelijk zijn instrument kan bespelen en onderhouden. Ik wou u iets vertellen over het onderhoud van het instrument. Ik heb hier een normale bugel met ventielen, niet met cilinder, maar met ventielen. En het gaat erom om het schoon te houden en dan halen we dat eerst eens uit elkaar. Ik heb hier een instrument, dat is van de muziekvereniging Ons Genoegen. En dat is niet in gebruik. En ik heb het zo neergelegd in de koffer, dat er geen erosie kan komen. En zodoende ziet u deze buizen op deze manier. Dat. En ook de ventieldeksels los, onderste los, en zo gaat hij in zijn koffertje en kan voor onbepaalde tijd kan hij opgeborgen worden zonder dat er moeilijkheden mee komen. We halen nu het instrument uit elkaar. We beginnen met de pompen. Ook het stembuisje is ook belangrijk, die moet ook altijd gezorgd worden dat het goed kan draaien. De ventielen, nummer 1, dat is die van het mondstuk af. Om het onderhoud te vergemakkelijken zetten we ze op een rijtje. 2, 3. Ook halen we die rugjes af. Dit zijn de veren. Ieder weet wel wat dat betekent. Die veren die zorgen ervoor dat de ventielen lopend blijven. De ventielen die draaien ook die er nog af. En bovenste ventieldeksel eraf. Het filtje wat hierop zit ook nog, leggen we zo neer, dat is alles nummer 1. En die nummer 1, die staat aangegeven, ik zal het even duidelijker laten zien. Ik kan u nog bijvertellen dat het cijfer 1 niet altijd hier vermeld staat, maar soms ook hier zo. Dit ventieldopje draaien we weer eventjes bovenop. En zo doen we dat met alle drie. Ter overvloede wil ik u nog laten zien dat nummer 2 op de tweede ventiel staat. Ja. Zo doen we dat ook met nummer 3. Ik zal u dat niet laten zien, want dat is nou wel duidelijk voor u. Het instrument, dat behoort natuurlijk ook gereinigd te worden. En dat doen we op de volgende manier. Deze bugel, daar zitten geen andere kwetsbare delen aan. En we kunnen dat in het afwaswater met een flinke scheut afwasmiddel kunnen we dat doen. En met de borstel maken we alles schoon. Is hij in bezit van zo'n apparaat. Dat. En mijn poetsen. En we spoelen dat weer goed af. En we laten het instrument drogen, het zuiver de verwarming. Of als het zomer is, dan leggen we een uurtje in het zonnetje, dat alles goed droog is. De ventielen, ventieldoppen en de pompen, idem in de afwasbak schoonmaken. Op deze manier, en als dat allemaal gebeurd is en alles is weer droog, dan gaat men de pompen invetten, want er moet een glijer kennen. En daar is een goed middel voor, wat ik dan persoonlijk heb. Je
zit niet veel meer in het doosje, maar er is weer andere voer. Dat is consistent vet, zuurvrij. Dat doen we op deze manier. Zo gaat dat. De pomp die halen we een klein stukje uit en het overtollige vet wordt er even afgehaald, want anders krijg je vet aan de vingers tijdens het bespelen van het instrument. En zo doen we dat met die andere ook. De ventielen gaan er weer in elkaar. Ik zal er eentje in orde maken. Die gaat erop. Die gaat erop. Als het instrument lang gebruikt is, dan krijgt men in dat filtje wat hier op het ventieldopje zit, komt er een indruk. Nou, heel eenvoudig. We halen dat filtje er eens een keertje uit en we keren het om. Nummer 1. Nou is het niet erg om die ventieldoppen aan de onderkant te verwisselen, want dat speelt nog niet zo'n rol hoor. Maar dit is nummer 1. De veer erin. Ventielolie is goed bekend bij de leden, maar ik waarschuw ervoor om er niet een overmatig gebruik van te maken. Maar als het instrument schoon is, dan behoort er toch een druppeltje ventielolie, zo, niet meer. Hier zit een nokje op, dat is bedoeld om de ventiel op de juiste plaats te houden. En dat nokje dat glijdt weer in een gleuf in het ventielhuis. Zo, doe de doppen weer op. Ik ben nu ook nog wijzen op dit, die ventieldoppen, dat is nog allemaal even droog. Daar kan ook een beetje vet aan het randje, zo. Voor zorgen dat er niet in de ventielhuls vet komt, zo. Zo. Dat doet men ook met het onderste ventieldop. En al gaan we verder met de tweede en derde ventiel. En dan is het instrument bijna klaar voor bespeling. De stembuis wordt ook nog even ingevet, zodat die altijd schuifbaar is voor het verstemmen. Als je soms even te hoog bent, van toon. En dan is het instrument weer klaar voor het gebruik. Kunnen zien hoe het onderhoud moet geschieden bij een bugel bijvoorbeeld met ventielen. Hier hebben we een corno en dat is een ander systeem die is voorzien van cilinders. Die treffen ook aan bij andere instrumenten, baritons, tuba's en bassen. En de verhoudingen zijn allemaal hetzelfde, enkel de afmetingen zijn iets groter. Hier komt even iets meer bij kijken en ik wou wel even zeggen dat als men niet weet hoe men het uit elkaar moet houden, niet doen en de reparateur waarschuwen bij storingen. Om het uit elkaar te krijgen worden deze beschermdoppen, steldoppen, verwijderd. Ziet men
het asje draaien. De cilinder die draait in lagers, dit is de onderste lager en daar, dat is de bovenste lager. Om het uit elkaar te krijgen, de bovenste schroef losdraaien. Dit kleine schroefje losdraaien. Dat is de verbinding van de toets. Dat nokje afwrikken met de schroevendraaier. Zo. Nu kan de cilinder verwijderd worden, hand eronder. En voorzichtig tikken met haar hamertje. Dit is de cilinder en hier draait hij in het lager, zo, en hier is zichtbaar het andere lagertje. En nooit deze schroefjes losdraaien, want die zijn enkel nodig als het lager soms verwisseld moet worden. Maar zolang ik aan het repareren ben, heb ik dat nog nooit ondervonden dat dit verwisseld moest worden. Dus nooit deze losdraaien. Dat is niet de manier. Nou, dat is vrij eenvoudig. De cilinder wordt schoongemaakt. In de regel is dit droog gedraaid. En dan voelt er wel, dan komt er stagnatie, slecht lopen, vastlopen. Wordt met een doekje schoongemaakt. De aanslag die erop zit, die mag ook nog verwijderd worden, maar er moet nog heel voorzichtig worden, mee wezen, want anders wordt het te ruim. Dat kan men met een poetsmiddel doen, dat het een beetje begint te glanzen. Controleren of het goed loopt. Als dat vrij loopt, dan is dat al voor elkaar. En dat is met die grote, is dat precies hetzelfde. Ook zijn er weer merktekens op. Hier staat een merktekentje op. Die inkeping is hier duidelijk zichtbaar, dat is er 1. Ook dezelfde inkeping is hier zichtbaar op het instrument. Dit is dus nummer 1. Nummer 2 doorgaans voorzien van 2 inkepingen. Nummer 3 voorzien van 3 inkepingen. Zodoende is verwisseling niet mogelijk. Nu zetten we het zaakje weer in elkaar. Een beetje vet aan het asje. Hier een beetje vet aan. Op deze manier. Zo. Een klein druppeltje, half druppeltje olie even op het asje. Zo. Het cilindertje wordt er dus ingeplaatst, zo. Het lagertje, het onderste lagertje eroverheen. En dan moet men goed zorgen dat die inkeping precies gelijk komt. Maar dan ook precies, want daar is hij op gemaakt. Die inkeping op het onderste deksel en de inkeping aan het instrument, dat moet precies corresponderen. Anders loopt de boel vast. Dan wordt het nokje aangebracht. 3 vlakke kanten en een bolle kant zit ook in het nokje. Het nokje wordt aangebracht op het asje, op de juiste plaats. Voorlopig iets aangedrukt, zo. Nu wordt het onderdeksel helemaal op zijn plaats gebracht door voorzichtig tikken. Even controleren of hij goed vrij loopt en of hij op de juiste plaats zit. Inderdaad is dat het geval. Weer een beetje vet op de draad. Dat we hem al te veel goed kunnen losdraaien. Zo.
De schermdeksel gaat er weer op. Goed vastdraaien. Het nokje dat kunnen we nog even verder op de plaats tikken. Op die manier. Deze verbinding zo. Schroefje erin. Deze gaat er bovenop. Zo is de eerste ventiel gereinigd en schoongemaakt en gesmeerd. Vervolgens doet men dat met de nummer 2 en nummer 3. De pompen, hetzelfde onderhoud als met de bugel. Schoonmaken, invetten. We kunnen ook, als die cilinders eruit zijn, alles weer in het afwaswater doen. Een goed heet soppie met een flinke scheut afwasmiddel en maar poetsen. En weer in elkaar zetten, zoals ik het net verteld heb. En dan is het instrument weer voor tijen goed bruikbaar zonder dat er moeilijkheden zijn.